weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag geen vlog voor jullie, maar wel een shoplog. Ik heb namelijk een shoplog voor jullie in samenwerking met Behoef.com. En ik vind het echt super tof dat ik met hen mag samenwerken. Ik heb dit allemaal uitgekozen daar. En ik ga jullie even laten zien hoe het allemaal eruit ziet op mij. Verder wil ik je vertellen dat al deze artikelen hier onder mijn video zijn gelinkt. Ik heb alle links hieronder gezet. Mocht je iets leuk vinden, dan kan je hier allemaal eronder checken. En verder heb ik ook een kortingscode voor jullie. Voor maar liefst 50% korting op de Nederlandse site van Boohoo.com. De Nederlandse site van Boohoo.com zal ik ook hieronder neerzetten. Dus let erop dat je daarop klikt in plaats van de verkeerde site. Want daar krijg je dus 50% korting. Oké, ik ga nu even starten met de artikelen die ik allemaal heb uitgekozen. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik heb best wel een brede smaak. En ja, de ene keer vind ik basics gewoon heel erg leuk. En de andere keer vind ik kleuren heel erg leuk. Maar ik zit nu eigenlijk in een fase waarin ik alleen basics vaak koop. En vooral een beetje nude kleuren. Zwart, beige zie je heel vaak nu in mijn kledingkast. Maar ik heb best wel verschillende dingen uitgekozen, vind ik zelf. Kijk, dit rijtje, tenminste dit rijtje, zijn echt de basics die ik nu eigenlijk gewoon ook zelf draag, deze kleuren. Ik merk gewoon dat ik heel veel nude kleuren draag. Zwart, wit en blauw. Ja, zo'n pastel blauwe kleur blijft ook mijn favoriet, omdat het heel goed bij mijn huid en bij mijn haarkleur past. Ik heb ook gewoon gekke dingen of gekke kleuren of gekke setjes of zo, omdat ik dan gewoon in die mood ben. En ik keek op hun site en dacht ik, oh, ze hebben echt heel veel leuke lounge setjes. En zoals jullie weten, tenminste als jullie mijn vlogs volgen, hou ik gewoon heel erg veel van pyjama's, badjassen. Dat zijn gewoon eigenlijk mijn favoriete kledingstukken ever gewoon. Dus heb ik gewoon ook een paar lounge setjes daar uitgekozen. En die vond ik daar echt super tof. Alleen weet ik niet of ze qua maat goed uitvallen, maar dat zien jullie allemaal natuurlijk nog wel in de video. En heb ik ook nog heel leuke zomerschoenen uitgekozen. Maar dat zien jullie ook allemaal straks. Ik ga even beginnen met de basics, denk ik. Omdat het heel erg makkelijk is om te laten zien boven deze broek. Ik ga denk ik starten met deze twee topjes. Ik heb een zwarte en een witte ervan. Ik heb de maat M uitgekozen. Dat is UK 10. Maat 38 in Europa. Maar als ik het zo bekijk, kan ik best wel een maat S hiervan dragen. Want deze zien er best wel groot uit. Ik zal ze wel passen. Maar waarschijnlijk zal de pas van een maat S iets mooier uitvallen. Denk ik hoor. Ik ga even beginnen met... Wat is leuk? Ik ga beginnen met de witte. Nu het witte topje aan. Zoals je kan zien zijn deze een beetje zo vierkant uitgesneden. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik ze heb uitgekozen. Omdat ik het gewoon net iets anders vond dan mijn andere topjes die ik had. En ik hou sowieso van basic topjes, want die kunnen gewoon overal onder een blazer. Gewoon boven je spijkerbroek, zoals nu. Het staat gewoon overal wel mooi bij, vind ik. Dus heb ik een witte en een zwarte uitgekozen. Ik denk persoonlijk dat ik hier wel een S'je van kan hebben, omdat ze iets wijder zit dan normaal bij mijn andere topjes. Maar ik vind deze ook echt gewoon super mooi. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb deze uitgekozen omdat deze dus zo vierkant zijn uitgesneden. En dat vond ik gewoon net iets mooier dan mijn andere topjes. Even kijken, wat zal ik hier bovenaan doen? Ik denk dat ik gewoon ga starten met deze blazer. Ik denk dat dit mijn favoriet is van de hele collectie gewoon. Ik wou deze echt zo graag, had ik gewoon een maat heb uitgekozen waarvan ik niet wist of die mij wel of niet zou passen. Ik heb een maat groter genomen. Ik heb UK 12 genomen. Volgens mij is dat een maat. Ik heb even voor de zekerheid gecontroleerd. En het is een maat 40. Het was nog de enige maat volgens mij die nog over was. Maar ik wil deze zo, zo graag. Dat ik gewoon een maat 40 ervan heb besteld. En ik heb hem gepast. En hij past me echt leuk. Het is natuurlijk wel een beetje oversized. Hij hoort wel zo. Het is niet zo'n strakke, getailleerde blazer. Het is echt een boyfriend blazer. En ik vond deze echt zo mooi. Het is echt gewoon mijn favoriet, denk ik. Ja, het is ook echt iets voor mij. Laatst ben ik echt zo into blazers. En dan vooral van die boyfriend blazers. Gewoon van die lange. En het liefst heb ik hier eigenlijk gewoon een jurkje onder. Maar ik vind bijvoorbeeld een mom jeans, zoals deze of zo, vind ik ook heel erg mooi eronder. Maar het is dus een maatje 40.
En ik ben er echt super blij mee. Zoals ik al eerder zei in de video, zullen alle links van artikelen die ik nu opnoem onder deze video geplaatst worden. Dus ook deze blazer zal hieronder geplaatst worden. Dus hou het even in de gaten, want er waren dus niet zoveel maten mee over. Ik weet niet of het bijgevuld wordt of niet. Maar je kan de link dus hieronder vinden. Ik ga nu nog een favoriet aan jullie laten zien. Dat is deze jas. Ik vind het echt zo'n mooie jas. De winter is natuurlijk voorbij nu. Maar goed, jullie krijgen dus nu een kortingscode van mij van 50%. En dan kan je gewoon een winterjas scoren met 50% korting. En kijk dit. Het is echt zo mooi. Ik vind het echt zo mooi. Ik heb deze thuis ook gepast. En die stond echt vet mooi. Ik had hem gisteren nog aan. Toen ging ik even naar de supermarkt. Dacht ik, ja, ik wil even deze passen. En hij staat echt zo vet. Echt waar. Kijk, dit is de jas. Ik zal even iets naar achter lopen. Dit is het jasje. En ik vind deze echt heel erg mooi. Hij is gewoon lekker chic. Stel je voor, je gaat naar een verjaardag of zo. Je wilt jezelf niet echt helemaal chic kleden en zo. Dan doe je gewoon zo'n jas eroverheen. Dan zie je er gewoon prima uit. Ik vind het echt heel mooi. Vooral nu ik dus into blazers ben. Het lijkt gewoon eigenlijk op een lange blazer. Maar het is een jas. Love it. Ik vind het echt heel erg mooi. Oh ja, voordat ik het vergeet om te zeggen. Dit is een maatje 38. En hij past perfect. Ik zal hem niet groter nemen, maar ook zeker niet kleiner. Dit is echt gewoon perfect, deze maat. Het valt me op dat tot nu toe de maten best wel goed vallen. Want ik heb wel eens eerder bij webshops besteld. En de maten vallen altijd wel iets anders. Maar tot nu toe vind ik het eigenlijk best wel oké. Dan nu deze jas. Ik weet dus soms echt niet wat ik uitkies. Maar ik zag van die lange leren jasjes. Dus ze spraken me gewoon heel erg aan. En toen dacht ik, nou ja, zo'n beige is op zich best wel mooi. Stel je voor, je hebt een witte jurk aan en dan zo'n beige lange leren jas. Ja, ik voelde het wel of zo. En toen had ik dus die aangeveen. Kreeg ik dus een pakketje en keek ik erin. En dan hadden ze mij deze kleur gewoon opgezet. Toen dacht ik, what the fuck? Eigenlijk vind ik deze kleur ook gewoon heel erg tof. Zoals jullie weten draag ik heel veel babyblauw. Als ik toch gek ga doen, gewoon gelijk in deze kleur. Ik bedoel, ik vond die andere al best wel heftig. Deze vind ik helemaal heftig. Dit is trouwens ook een maatje 38. En hij is best wel lang. Trouwens een heel dunne jas, hè. Het is totaal geen dikke jas. Ik weet niet hoe het overkomt op de camera, maar het is echt een heel dunne jas. En hij is echt super lang gewoon. Hij komt bij mij bijna tot mijn enkels. Ik vind het echt een super stoere jas. Ik zie mezelf al hiermee. Normaal gesproken zou ik het echt nooit kopen. Maar nu ik hem zo aan heb, denk ik, hij eigenlijk staat hem ook best wel goed. Of niet? Wat vinden jullie van dit soort jasjes? Ik zie ze ook echt steeds vaker bij mensen. Maar nog nooit in deze kleur gezien. Ik vind hem echt heel erg tof. En ik vind sowieso deze kleur echt heel goed bij mijn huidskleur en mijn haren past. Oké, ik ga nu even overschakelen naar de broeken. En ik heb deze broek uitgekozen. Ik heb altijd het gevoel dat ik wel een beetje hetzelfde uitkies als het om broeken gaat of zo. En ik vind deze print altijd gewoon heel erg tof. Ik vind het echt gewoon een leuke print. Komt ook wel een beetje terug in mijn blazer. Maar dit is dus een broek die ik heb uitgekozen. Dit is een maatje 38. Je ziet hoe broeken van Boohoo passen. Maar dat ga ik nu even uitproberen. En doe ik hierboven gelijk dit zwarte topje aan. Zo, ik heb de broek aan. Hij is bij mijn taille iets te wijd. En bij mijn kruis iets te strak. Ik ga even naar achter lopen. Hij ziet er een beetje zo uit. Hij is hier een beetje strakker dan normaal. Mijn broeken. En hij is hier een beetje aan de wijde kant. Zoals je kan zien. Dit is de achterkant. Van de achterkant eruit. En voordat ik even het zwarte topje hierboven aan ga doen, wil ik graag mijn witte schoenen aan jullie laten zien van Boohoo. En dit zijn echt mijn favoriete schoenen. Als jullie weten ben ik echt gek op sleehakken, maar zij hebben daar echt gewoon de mooiste sleehakken ever gewoon. Kijk deze. Normaal gesproken vind ik sleehakken soms best wel lomp uitzien of zo, maar zij hebben echt gewoon heel gave sleehakken. Dus ik ga deze even hieronder aandoen. En laat ik jullie even zien hoe het eruit ziet. Ik heb de schoenen nu hieronder aan. Ik ga even naar achter lopen. En dan laat ik jullie mijn schoenen zien. Ik vind het echt zo leuk onder deze outfit. Deze schoenen zijn echt heel erg tof. Deze schoenen zijn echt super fijn om te lopen. Niet normaal. Zo, nu heb ik het zwarte topje boven aangedaan. Ook een maatje 38. Ik vind het witte denk ik wel mooier boven of zo. Alleen ik vind de broek hier niet zo mooi zitten. Hij zit echt te strak ook hier.
Maar ja, zwarte top is het ook echt super fijn. En wat ik hieronder zou dragen qua schoenen zijn denk ik gewoon mijn zwarte schoenen. Ik heb namelijk ook deze sleehakken besteld. Daar kijk hoe gaaf mijn sleehakken zijn, niet normaal. En deze zwarte zijn iets hoger dan de witte, maar ik vind deze echt zo gaaf. Ik heb nu de zwarte schoenen hieronder. Ik moet wel zeggen dat ze echt heel anders zitten dan de witte. Ik vind de witte fijner, maar deze zijn hoger. Is echt super handig voor mij. En deze zit de strap zeg maar echt gewoon letterlijk bij je enkel. Gewoon iets erboven zeg maar. Hij zit iets hoger. En het ziet er zo uit. Op mijn volgende artikel. Ik heb ook een heel schattig babyroze jurkje uitgekozen. Gewoon zo lekker om in te chillen als je ergens snel naartoe moet gaan. Je weet wat je aan moet doen. Gewoon even zo'n chill sweater. Zo, ik heb het jurkje aangedaan. Echt een super fijne stof, dan denk ik wel in een andere kleur nemen of zo. Want nu ik hem aan heb, voel ik het toch niet zo de kleur. Toch liever misschien zo babyblauw of zo. Maar hij zit echt super lekker. En hij is trouwens totaal niet kort. Hij komt gewoon net boven mijn knie. Even kijken of jullie het kunnen zien. Kijk, hij is echt totaal niet kort. Nu gaan we verder naar mijn lounge setjes. Lounge setjes. Ik ga stuk. Ik heb dus een paarse uitgekozen, omdat ik hem echt heel erg tof vind. En ik heb een blauw uitgekozen en ik hoop dat ze bij mij net zo mooi vallen als op de modellen. Want ik heb ze best wel groot besteld en ik dacht van ja, dan zitten ze gewoon lekker losjes en niet te strak. Het hoort niet sexy te zijn ofzo, maar gewoon lekker comfortabel. Dus ik hoop dat ze mij mooi passen. Ik ga even starten met deze lila. Trouwens, ik heb van beide setjes heb ik een maatje M uitgekozen. Normaal gesproken met dit soort dingen draag ik een maatje S. Dus vandaar dat ik zeg van ik hoop niet dat ze te groot uitvallen. Maar ja, ik wil ze ook niet heel erg strak hebben. Want ik wil er gewoon echt letterlijk in chillen. Oh mijn god, ik heb het setje aan. En ik vind het gewoon echt nog mooier dan ik had verwacht. Deze kleur vind ik ook echt super mooi. Dit is een maatje M. De broek zit wel een beetje losjes. Maar voor de rest vind ik alles gewoon echt perfect. Dit is gewoon echt lekkere lounge kleding. Kijk, zo zit het trouwens van achter. Oh, het is echt zo chill. Zeg je wel eerlijk, ik denk dat een maatje S qua broek veel mooier zou passen. Het is maar dat ik het hier ook zeg maar zelf strakker kan maken. En anders was het wel een beetje aan de wijde kant bij mijn taille. Maar ik vind het echt een mooi pakje. Eerlijk, wat is mooier dan gewoon een mooi huispakje? Of als je op bezoek gaat, je denkt van, wat moet ik aan? Dat je denkt van, nou ja, ik heb echt wel zo'n leuk setje gewoon. En het ziet er ook echt leuk uit. Het ziet er niet slonzig uit of zo. Ik heb nu het blauwe pakje aan. Die vind ik iets minder lekker zitten. Omdat het hier zo'n capuchon heeft. En ik heb best wel een dikke hoofd. En de opening was best wel klein. Maar het zit wel goed nu. Alleen bij het aan was het een beetje lastig. Ik vind de kleur ook echt heel erg mooi. Maar ik denk ook hiervan dat ik beter een S'je had kunnen nemen. Want deze is best wel... Ja, deze is gewoon echt vrij groot gewoon. Ik heb hem hier wat strakker gezet nog. Maar hij is vrij groot. Alleen wel gewoon super chill om mee te chillen. Ik vond die lila mooier qua model of zo. Omdat hij hier een beetje zo open was. En dus wel een beetje wat stoerder of zo. En dan als laatst heb ik het jurkje aangedaan. Het is een jurkje die tot mijn enkels zeg maar komt. Ik ga even naar achter lopen. Dan zien jullie dat. Best wel een lang jurkje. Hij is echt super fijn. Dit is een maatje 38. Als je niet echt houdt van heel strak of je houdt van meer stretch, dan zou ik een maatje groter nemen in ieder geval. Maar deze is echt heel erg chill en zit ook echt heel erg mooi op je lijf. Het is echt zo'n body hugging jurkje. En ik heb deze dus ook laatst aangehad bij het event van Queen Tarzi. En ik had hem gewoon de hele avond aan en ik had nergens last van. Ik vond het echt een heel chill jurkje. En het lijkt wel alsof je gewoon alles ook gewoon lekker bij elkaar houdt. Het is zeg maar een strak jurkje, dus hij maakt gewoon alles nog iets strakker allemaal. Dus het zit gewoon echt mooi op je lichaam. Ik ben hier echt super blij mee. Dat is denk ik ook echt één van mijn favoriete artikelen. Ik denk dat dit jurkje mijn favoriet is. Deze blazer en dan de lila huispakje. Ja, dit was alweer het laatste artikel dat ik heb uitgekozen bij boohoo.com. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje leuk vinden. Even kijken wat ik wou zeggen. Ik had al eerder opgemerkt dat jullie try-ons leuk vonden bij een shoplog. Dus dat heb ik weer
speciaal voor jullie gedaan. Vergeet niet onder deze video te kijken naar de links die ik eronder heb geplaatst, want alles staat hieronder. En daarbij heb ik ook een kortingscode voor jullie voor 50% korting. En dat is Miriam50 is de kortingscode, maar het staat allemaal hieronder. Klik ook op de juiste site die hieronder staat, want het gaat alleen om de Nederlandse Boohoo site waarop jullie 50% korting krijgen. En de kortingscode is maar tot mei geldig als het goed is. Dus als je wat wil bestellen, doe dat dan nu. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en ik zie jullie bij de volgende video weer. Doei doei!